Toen ik een jaar of zes was, heb ik van mijn ouders, van mijn moeder, een LP gekregen van Piazzolla. Een hele grote, of zelfs een dubbel LP, waar toch de bekendste nummers op stonden. Die heb ik grijs gedraaid. Ik ben er altijd helemaal weg van geweest. Eigenlijk is dat pas door een paar festivals waar ik per toeval dan met een bandoneonist moest spelen. Of was ingedeeld, zeg maar, in ad hoc groepen. Ik dacht van, oh, dat is wel heel erg gaaf om dat ook zelf te doen. En toen ik uiteindelijk in contact kwam met Ulrike, die natuurlijk een soort meer Argentijnse achtergrond had. En Rüdiger en Christian natuurlijk er ook bij kwamen of waren, lag het voor de hand om te zeggen van nou, nu is de gelegenheid daar om dat te gaan doen. En dat is toch gewoon een grote vervulling aan het worden. Michelangelo deed één. Verschillende dingen raken me heel erg in de muziek van Piazzolla. Ik vind dat hij zelf, als hij speelt, die treurigheid en die rauwheid. Het is naakt wat hier staat. Het is een soort rauwe emotie die je krijgt. Dus het is niet gepolijst, het is niet bedacht. Het is eigenlijk van hart tot hart gaat het. Ik heb bij deze muziek, als ik die speel, soms heel erg moeite om mijn emoties in de hand te houden, zou ik bijna zeggen. En zeker niet per se als ik dan zelf een melodie speel. Dan kan ik me er helemaal in verliezen, in de zin van, ik voel me helemaal vrij. Maar als ik bijvoorbeeld luister, en ik had op een gegeven moment een concert gedaan met Ulrike en een horniste in een andere context. En zij speelde de cadens van Adios Nonino. Ze hebben niet opgenomen een ander stuk. En
wij zaten, ze deed alleen, dat was een kinderconcert, alleen de cadens. En wij zaten er zo'n beetje even naast op stoelen. En ik moest me zo beheersen om niet in snikken uit te barsten. Dus het raakt mij gewoon heel erg. En dat heb ik ook bij in concerten. Als dan Christian een hele grote solo heeft in Tristessas of zo. Of Tangata, Ulrike de grote solo. Dan moet ik echt slikken hoor. Dan vecht ik tegen die directe emotie. En dat gaat toch best wel diep.